Barendrecht? Nee, meisje is uit Barendrecht. Oh ja, dat meisje uit Barendrecht. Nee, meisje is uit Barendrecht. Oh ja, meisjes, ik zie ze zitten. Goed zo, we zijn er, tante Angelique. We zijn er. We zijn in Theater Het Kruispunt. Ja, we staan op een kruispunt. En nee, we gaan zo... we zijn in Theater Het Kruispunt. Het zit wel aan een kruispunt. Oh, in ja. Barendrecht. Het is ook verwarrend voor mij, ja. Voor zo'n ja, kiwi. Aan een kruispunt, in Theater Het Kruispunt. En we gaan zo beginnen. We gaan zo beginnen. En we gaan twee keer optreden in theater. Twee shows. Oh, wacht even, dat doe ik niet goed. Dat zijn er twee. Gezellig. Ik heb er zin in, maar we moeten die kant op. We gaan door de deur heen. Dag! Je zegt toedeledokie en je zegt een slaapkindje slaap. Ja, ben je onderaan. Er loopt nog steeds geen aap buiten. Het is een schaap. Dat punt 1. En jij kan echt niet zomaar weggaan, want alle jongens en meisjes gaan ook echt niet meer slapen. Oh, deze jongens en meisjes doen allemaal een middagdutje volgens mij. Doe niet. Nee, natuurlijk niet. Doen jullie geen middagdutje? Nee hoor. Vroeg, ik dacht, ze zitten allemaal hier in de pyjama met de peppers op. Met de zon. Ze zitten hier allemaal in de pyjama met het huggy om. Nee. Ze zitten hier allemaal in de blote billen op een stoel. Wat een tier zitten ze hier in de blote billen op een stoel. Ze zijn allemaal wel eens aangekleed. Ze komen hier gezellig naar ons toe. Want het is feest. Hey. Hallo, waar zijn jullie nou? In geheimjes bewaren. Ja! Wie is er heel goed in geheimjes bewaren? Ja! Ik heb namelijk zin om een klein geintje uit te gaan halen met tante Angelique. Ja! Alleen moet ik met jullie af kunnen spreken dat jullie allemaal je mond dicht houden. Kan ik dat afspreken met jullie? Ja! Oké, doe even de sleutel voor je mond in de lucht. Stop hem in je mond. Ruim op slot. Heel goed. Ik heb namelijk voor mijn verjaardag iets heel erg leuks gehad. Ik heb namelijk een hele grote poep en scheetenzak gehad. En als je daarin knijpt, dan hoor je dit. Oh, wij schaaf te gek, echt wel heftig. Hé, hij praat tegen me. Even kijken, nog een keertje. Dan hoor je... Alleen tante Angelique is natuurlijk een hele slimme tante. Dat ziet ze gelijk liggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb voor de grote, dikke tante Angelique billen... heb ik een heerlijk, zacht kussentje meegenomen. Waar ze lekker op kan gaan zitten. Even uitrusten, even zitten en hoppen weer door. Nou ja, als hun het niet erg vinden... dan vind ik het eigenlijk wel even lekker. Ja, en ik vind het ook niet erg te schuiven rustig zitten. Hé, ik neem het ervan. Tante Angelique, stinky stinky. Ja, toch. Dat was ik niet. Nee, het was de stoel die heeft uit de soep gegeten. Ja, dat weet ik niet, maar ik was het niet. Ik zou het nooit doen hier. Vind ik niet zo heel netjes. Ja, in dat kan je vinden, maar ik was het ook helemaal. Je gooit het zonder zaal in. Ik was het niet. Nee, het was de stoel. Ik was het niet. Ik ben alleen maar rustig gaan zitten. Jij zegt, ga even lekker uitrusten. Ga ik dat gewoon lekker doen? Ga ik met deze zitten zo? Ik ben hier met mijn aap bij boven, zeg. En uitjes, uitjes. Uitjes, uitjes. En jullie? Uitjes, uitjes.
Hoeveel dropjes wil je straks? Ook een heel schapje vinkelhoekje. Zout te graag? Zeker? Oké. Dan gaan we door. Dat lijkt me heel... Ja, tuurlijk gaan ze je uitlachen. Dat klinkt wel heel raar. Ja, en ook dat wilde ik niet zeggen. Let op, hè. Doe je hand in de lucht. Wat is er nou met je stem aan de hand? Jullie hebben gekeken naar Clown Jopie en Tante Angelique. Wil je alles weten over Clown Jopie en Tante Angelique? www.clownjopie.nl